De ijzer is overgelopen en de brandweer is overal bezig met alles op te pompen en maken dat de ijzer daalt, maar dat lukt niet zo goed. Ja, 28,5. Dat is het hoogste dat het al ooit gestaan heeft. De school is hier vlakbij en dan, ja, soms denk ik dan wel een beetje aan school als dat misschien gaat overstromen, maar gelukkig staat het nog niet zo echt heel hoog. Mijn papa werkt bij de brandweer en hij moet heel veel weg. 'S Nachts werkt hij super lang en ja, het is spannend, heel spannend. Ook in Watoe is het spannend. De beek door het dorp staat heel hoog. Begin deze week liep deze school onder water. Er zijn nu zandzakjes om het water tegen te houden. De beek blijft maar hoger gaan en blijft maar regenen. Ik vind het een beetje eng omdat zo, ja, je ziet overal water liggen en dan ben je toch een beetje bang dat het in je huis zou kunnen komen. Ook thuis is er een beetje een probleem. Thuis staat onder, de trampoline is ook bijna weggewaaid. 'S Nachts ook, je kan minder goed slapen omdat het geld het regent en je hoort dat goed. Dit weekend gaat het minder regenen, dus normaal gezien kan het water hier dan zakken. Ik hoop dat het stopt met regenen en dat de brandweer komt voor alles uit te pompen en dat het een beetje mooi weer is, dat niet meer kan gebeuren. Hey, super tof dat je zo'n grote karwiet van bent. En als je nu nog meer video's wil zien, klik dan zeker hier.